Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Robert. Ik ben een oud-gediende van de luchtmacht. Ik heb hier 35 jaar in de kazerne geweest. Was hier eens in 1949 met een kietzak op de rug. Ik was weinig hier hoor. Ik was veel weg links en rechts. Ik zat in de overleving. Je hebt mijn foto daar min of meer nog gezien. Maar ik vind dat ze die stem vervormd hebben hoor. Ik hoorde daar mijn stem niet in. We gaan dus een wandeling doen. Ik zal jullie een beetje van de geschiedenis geven. Want ik ken die goed, die van de kazerne. Maar het meest heb je al gehoord, heb ik dat gehoord. En een beetje, ik ben ook natuurgids. Als er mensen zijn die zich in zekere planten of in die waddies. Want dat was een nieuw woord. Ik heb dat nog nooit gehoord. Wie eerst kende dat? Waddies. Waddies. Niemand. En wel, ik wist dat ook niet. En dat stond in een boekje. Dat zijn reserven. Dat normaal, als je in de dictionaire gaat kijken, zijn dat droge rivierbedding. Oh, dat is het Arabisch woord. Ja, dat komt van het Arabisch. En ze hebben dat hier gemaakt. Wat is dat? Wel, ze vangen het regenwater en het grondwater op, houden het vast. Er gebruiken ze het voor de toiletten. En dus dat voorkomt dat het lagerop in Rillegem en Wimmel bij hevige regen niet overstroomt. En ze gebruiken het regenwater dus voor hun toiletten. Ik vind dat, we gaan daar passeren. Natuurlijk, als die waddies, als het niet genoeg te regent, zullen die waddies laag staan, moeten ze toch op stadswater overschakelen. Hè? Maar dat is een van die woorden. We gaan eerst al staan, want je hebt al gehoord van die Romeinse baan, die Romeinse, die schapenbaan. Wel, hier was vroeger dus, een beetje een inbeelding, 2000 jaar geleden, er was hier al beweging. De Romeinen gingen hier al voorbij. Ze hadden die stonen daar. Met een beetje een inbeelding zie je daar nog. Julius Caesar met zijn troepen doorkomen, maar we moeten wel een beetje nadenken. Ik veronderstel dat je hier komt zet voor iets te lachen, oké? Okay? Niet te stijf. Het houdt ons in elkaar. Kom maar met de fiets. Met de fiets, ja. En we moeten wel vragen. Mag hier komen mijn fiets? Mm-hmm. Voilà. Dat is echt super bekend, hè. Zie je als je dat zo. Dus dat is hier de Romeinse baan. Of de schapenbaan, ook genoemd. Ik heb het wel weer hier op beton gelegen. Nee, dat lang niet. Dat is overlaatst, met dat het dus een verbinding gaat zijn voor de cyclisten die vanuit Assen zelf verder zonder de overbanen te komen naar een werk of zich kunnen verplaatsen. Dus dat is hier de schapenbaan of Romeinse baan. Dat was een verbinding vroeger van Doornik naar Mechelen door de Romeinen. Ik zeg het 2000 jaar geleden, maar ja. Het kamp in de tijd dus was gescheiden, dat was de kazernering. Daar stonden allemaal die blokken, je hebt er foto's van gezien. Ik heb er ook nog in geslapen 2 jaar. En dat 50, 60, 2 bedden boven elkaar, 50, 60, geen verwarming. In de winter, met allemaal die uitwasseringen, liep het water zo van de muren. Hè? En warm water was het zeker niet. Hè? Koud. En in de winter werd het water afgesloten. Moesten mistrieën wassen. Het is gezond. Hè? Wel, ja, het moet gezond geweest zijn, want ik leef ook nog af. Dus dat was allemaal daar waar de kazerne daar aan te zetten. Daar dronken drinken. Dat was wel gescheiden door die Romeinse baan. Hè. Je moest normaal, mochten als militair, als je niet van dienst was, daar niet komen. Hè. Het was toen de Koude Oorlog en ze zagen overal de vijanden. Hè. Ja, je had dat ook al meegemaakt hebben. Hè. Nu is een vijand, is een vriend geworden. Dus, hè. Geen probleem. Maar ik wil het precies naar hier eens komen en dan zeg ik die Romeinse baan hier.
toen niet vergaat. En wat deden ze dan aan de andere kant? Dat waren een depot. Ja, ik was dienstoverste van de overleving. Ik weet niet of je dat iets zegt, die overleving. Ik heb gezien dat vanaf de schietstoel. Ik gaf, was survival instructor, dus overlevingsonderrichter. Ik gaf dus les aan de pilotenbriefings hoe dat ze een reddingsmateriaal moesten gebruiken. Vanaf als het vliegtuig in een pan liep, vanaf de schietstoel, zo of zo, tot als ze in het water of ten lande vielen, dan hadden ze overleving in vijandelijk gebied. Waar dat escape en evasion, dus ontsnappen. En eten met hetgeen dat je in je tas had. En als je in zee valt, wat dat overleven met je reddingssloepje en zo. Ik heb veel oefeningen gedaan, ik heb veel onder die helikopters gehangen totdat ik het moe was. Veel oefeningen ook in Corsica. Dus daar hadden we alle weken hadden we daar nieuwe piloten, Belgische, die kwamen voor een week. Die werden dan gedropt. En de makkie kregen ze een primitieve kaart en moesten op een bepaald moment hier of daar zijn waar ze opgepikt werden met de helikopter. Soms hadden we een groep verloren, want dat waren drie mannen en zo. Kregen niets te eten omdat er een overlevingsstart zat. Je vond daar bessen in het najaar en zo, en druiven natuurlijk ook. En everzwijnen. Everzwijnen ook, ja. Maar dat was moeilijk voor te pakken. En op, na drie dagen kregen ze dan een levendige kip. Dan moesten ze zelf de plank mee trekken. Ik heb ook piloten gezien die zelf geen kip kosten doden. Hè? Ja. Als je die mensen die iets primitief geeft, wat moet je daar maar opeten? Hè? Ja, maar toen dacht ja. Enfin, dat was wel een bewogen leven. Maar ja, ik kan, ja. Als ik te lang spreek, moet ik het zeggen, de meeste, want ik ben soms te enthousiast. Hebben ze mij al gezegd, dus in het begin gaat het. Ja, en wat stak je dan in die hangars? Allemaal overlevingsmaterialen. En, parachuten, nee, dat was ook ander materiaal. Er waren ook van vliegtuig, van radioonderdelen, vleugels, droptanks, toptanks, de kledij ook. Nee, daar is nog een hekje. Maar ik heb schrik dat het niet open is en dat we moeten terugkomen. Ja. Voor alle zekerheid gaan we dat terug van hier. Ja, met de fiets. Maar is dat nu dat er zo'n andere dag voor ons is? Vraag het eens. Daar te midden, waar nu die mooie laan is, dat was vroeger de spoorweg. Ja. Dus we hadden hier een locomotieftreintje. En dat ging wagonzalen met de statie natuurlijk en die bracht het tot hier. Op een moment is dat treintje, die rennen past niet. En het zat in de vanachter. Ik zag dat er een grote betonnen blok stond. Dat zat in de vanachter op de betonnen blok. Het zat in de stuurder. Dat snel, ik zal het nooit vergeten. Die is er op tijd kunnen afspringen. Maar dat was hier in Diakel. Ik zei, ik zeg, hij moet springen zitten. Ik zeg, godverdomme. Zeg, die zat maar af. Diakel altijd. Dat duurde al een tijdje niet dat hij iets deed. Ja. En, maar dat was toch grap genoeg om van te springen. Gaan we in de lommer of gaan we in de zon? In de zon, hè. In de zon. Nu is het eindelijk hier is. Ah, nou, dan moeten we wat doen. Iedereen de zonnepanelen mee. Uitleendiensten, wat? Ja, hier zijn dan in die loodsjes en die uitleendiensten voor die jeugd, voor die groepen. Die kunnen hier een installatie huren voor andere feestjes en zo. Ja, daar ken ik niet veel van, dat is van naam en tijd. Tenten ook, ja, ze kunnen hier van alles huren, ze toe, elektronisch materiaal en zo. Ja. Maar het was kapot. Ja. Wel hebben we dat goed gedaan, hè? Je ziet dat niet, als ik aan de mensen, we maken een spoor.
daar, die blok daar, die ziet er een beetje modeller uit. Je ziet dat daar. Dat is wat. Nee, nee, dat was. Zeg eens wat erin gaan kijken. Dat was het stoken. Ja, daar dus, vandaar die gang, die blokken en die stad die er vandaar uit verwarren. Nou, dat was goed, warm water en zo. Ja, cool. Ja, nee, nee. Het zo. Ja, wil er iemand naar gaan kijken? Dan moet je, hele jongen, je kunt daar binnen gaan. Je ziet daar nog een paar oude stootketels. En hier is het goed kranen. Dus maar hier onder de grond liepen er verwarringen buizen. Hier is een soort tunnel. En daar buizen ze. Even kijken. En de deur is open, ja, je kunt er eens in gaan kijken. De meeste niet. Hallo? Je weet niet hoeveel tijd dat jullie allemaal hebben. Ben de geld er daar niet. Ik zie dat er hier naar links gaan. De auto's stok. Staan niet op invallen, hè? Nee, 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 Jezus. Mooi, kijk. Wat overschot geweest zijn. Dat het leger toch een groepen 5 kort, wat je bent daar allemaal af. Het passement van de Duitse nog. Nee, dat is het door de Belgen. Ja? Ja. Dat is. Dat zal hier over gebouwd zijn in de jaren 60 en 50, begin 60. Oh, zo. Ja, ja. Ik heb het nog weer. Laat het wel eens even van de en hier is dan een stoker, doe je dag en nacht, ja. De pompen die al lopen, de naar. Niks. Ja, ik dacht. Ze hebben een speciale ding gedaan, dat maakt het voor jullie. Dat mag je wel even voor deze kassetten. Dat mag je wel even. En de kids zat op in de rug. Ja, ja, ja. Dat is lang, ja. Dat is een goed toch wel. Die lopen dus niet voor in de vorm met een dubbele lijn. Dus gingen wat omzouden in de stad. Die sloot daar aan, maar die lijn. Die sloot daar aan iedereen, maar ben ik een beetje verder. Het was een statie van Zürich. Roet hier, hier. Ah, die is hier. Ja, maar zelf is daar. Vroeger was die daar. Weet je waarom? Dat is er al goed. En
met die locomotieven, dan denk ik, de oorlog had niet genoeg stoom. Je hebt nog mijn verloren zeggen dat ze moesten afstappen. En op een duur van die trein, omdat het kost niet stoppen. Hier op die Bermos, dat kost niet stoppen. Dus het was niet, die tanker was daar bovenop. Ja, nu met die elektrieken dat je probleem. Oh, dat wil ik niet zeggen. In de winter is nog lastig. We hebben nog altijd last. Ja, nog altijd last. Zeker als het regent is en er liggen blaren, dan schieten de wielen weg. Patineren. Ja. Dat is training. Maar we hebben dat op zand. Trainingsservice. De? Dat is trainingsboek nog zo. Ja, nog een beetje. Dat bolle zak eruit. Je zit er op een hoogstel. Hier, ja, ja. Hier zijn we ongeveer tussen 50 en 60 meter boven de zeespiegel. Ik woon een beetje over 75 meter boven de zeespiegel. Bekkerzeer? Bekkerzeer. Tegen Bekkerzeer. Nee, nee, dat is maar deze kant achter de kerk. Tegen rond 60 meter boven de zeespiegel. Ja, er zijn er weer. Ja, maar je gaat het verder, dat is ook ik heb dan die ik heb daar geen gesprek met hem. Dan wil ik van alles nu naar boven weer. Hier is die fameuze loods van die ballon. Van die ballon, waar die ballon uit trokken. Dat is wel een mooie foto. Ik heb je gezien in de film. Daar zijn we niet veel van gezegd. Er moest dan nogal een gevolg van trekken aan die ballon. Ja, dat waren al die militairen. Dat waren de ballast, hè. Ah, ja. Dat is ook gezellig, hè. Kijk. Hoe zit dat daar? Hier. Hier is voor de auto's. De Belgische zaal. Ja. Hier is, ja, dat kan. Kom. Zien ze ballonnen monteren? Ja, maar nu is het open. Dat is een gedeelte dat afgespannen is. En dat is een gedeelte dat open blijft. En dat is toen wat ze misschien gewoon op de andere kant waar ze naar beneden gaan. Piet Jurgens, we verwachten ons straks. Dat is een gedeelte van het groot. Oh, één stuur. Het is een moeilijke. Als ze nu dat open, en daar. Ja, ik heb het wel mooi nagebouwd. Dat is een metalen constructie, geel als doorroest. Als ik die proeven deed, ik had misschien gezien dat ding, dat was die. Als je die dingen dan dat dak te houden betonnen. Maar die heeft toch een dak opgestaan? Ja, 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 maar dat is allemaal doorroest en dat is afgebroken om geen ongelukken te voorkomen. Maar ik kreup daarop als de andere kant. Ik had hier een open ruimte voor een dat overlevingspak. Dat moest in de vrije, dat moest kunnen vrijvallen. En tegen een muur was dan op dat niet tegenslagen. Nee, dat was als de piloot met zijn parachute. Maar dat doe je later gedaan? Nee, dat laat ik. Nee, 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 nee. Dat is ook een later gedaan, maar dat laat ik van binnen. Dat is de achterkant. Is dat een verstelling? En dan gaat het boven. Nee, maar dat zal nu heel langs doorgoed zijn. Weet u dan, denk ik wel op pensioen direct. Dus dat is niet zeggen, want dat zeggen de mensen. Ik wil geen kosten over wat er bestaat. Ik zeg dat ik al 27 jaar op pensioen. Oh, mooi, mijn god. Maar we zijn misschien op 40 jaar op pensioen. 56. 56. 38 jaar gewerkt. Of enfin, gewerkt. Kijk, ze vragen aan mij, als ze aan mij vragen soms, waar heb jij gewerkt? Ik zeg, dat heb ik niet gewerkt. Hoe, dat heb ik niet gewerkt. 38 jaar present geweest. Nee, zegt hij, ik heb gelegen.
Zeg, een militair vraagt niet wat werkt, maar waar leden jij? Ja, ja, ik lach daar niet. Nee, maar ik heb een beloofd regering dat ik heb veel gereisd in NATO verband. In Amerika, in Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland. Ik ga er van voor in Nederland, in Frankrijk. Die vraagt hier een goeie, die stelt hier een goede vraag. De mensen waar die hier werkten, waarom die, als je niet getrouwd was, dan moest je in de kazerne wonen. Ik ben hier in 1949 gekomen, ik was al inwoner van Zilik van 1949. Ah, en, die familie. Als ik getrouwd was, heb ik eerst in Brussel gewoond, de getrouwden mochten naar huis als ze niet van dienst waren. En veel getrouwden die hier werkten, zijn hier komen wonen. Je hebt dat mij geval, ik ben niet van hier, ik ben van Steken, ik weet niet of mensen dat weten. Dus er zijn veel mensen, je hebt het zelf Franstalige Walen, die hier een meisje gevonden hebben. En zo, want we gingen hier ook uit en we gingen hier ook naar de meisjes kijken. Hè. En dan zijn er de militairen die hier getrouwd zijn. Hè. Ik heb hier Walen, hier wonen een paar Walen en zo, die met een boerendochter getrouwd zijn. We weten, een brand van binnen vormde zich op duur voor een zicht. Ik ben niet verstaan, die man. Ik vind dat jij... Hier is een bessentuin. Staat er allemaal op wat erin is. Rode bes. Rode bes. Zwarte, alles, witte bes. Oh, zwarte bessen. Ze zijn nog geplukt. Het is gewoon. Dat is gewoon normaal te zijn. Ik raak nu een blad. Ik raak nu. Hier is links. Ja, dat is goed. Amai. Als er iemand van jullie die kruim of planten kent, ik laat die graag eens aan. Dat je naar jaren komt, profiteerde. En dat gaat toch goed. Lekker, hè? Ja, dat is ja, naar beneden hier. Dan ben je dit als opgestegen met een helikopter. We kwamen met alles naar Duitsland. Ik weet niet wat ik niet zei, ik heb een contact met het gezicht. Of het niet. Nee. Nee, of het niet. Een fietsgebouw. Vleespas. Dat was een goede restaurant waar het echt een historische route. Die helikopter zal er wel op staan. Ja, dat is hier. De munitiedepot zal er ook wel op staan. Daar stond die munitiedepot. Ik heb er in een tijd nog officier van wacht ook geweest. Daar reed ik hier met een jeep rond, hele dagen. Ach,
Die bestonden eentjes. die kwamen in het licht zitten. Hè. Ja, ja. Ja, moest overleven. Ja. Je moet die lijn. Ja. Wabbies. Ik heb er al over gesproken, over die wabbies. Hè. Ja. Oh ja, de wabbies. Dus die vangen het water op bij eeuwige regenval. Pas op dat hij niet in die waddy valt. Die kan wel droog maken. Dus dat is niet voor planten. Die zullen beton zijn. Maar wat het is nogal. Wat dat wordt dan? Ik heb een. Het is nogal zuiver water. Hè. En hoe groot is dat dan? Daar zullen geen planten in komen. Want dat dient denkel voor regenwater. Voor de toiletten. Voor een regenwater op te zetten. En de toiletten te koelen. Je dat zien, we gaan winter naar poelen die lager gelegen zijn. En daar gaat je zien, daar gaan ze broeden en kweken en dat zal niet. Tot daar waterplanten. We vangen het ondergronds water op. Dus ook het grondwater. Vergeet niet, hier zijn we gelegen op een hoogte ongeveer van 60 meter boven de zeespiegel. En hier is de scheiding van het bekken. Hier heb je het bekken van de Zinne. Dat gaat hier langs de beek, de kleine land, de grote landbeek naar Wemmel en zo naar de Zinne. Daar die kant, dat gaat naar Merchtem en de Ruppel. En aan de geestekant, aan de kant van Bekkerzeel, dat is nog een andere, dat gaat naar de Dinder. Dus we zitten hier op een hoogte waar de bekkens gescheiden zijn. Deze bekken, je zult zien dat de hoogtepunt is daar. We gaan daar bovenop staan, op die uitkijkpost. En dan zult u zien. Dus die staan wel allemaal in verbinding met elkaar. Hè. Dat die... Is meer dan dat ze. Nog niemand moe? Is er nog niemand moe? Nog niemand moe? Nee. Mag jij niet blijven liggen? Dat zal regenen als dat moe is. Ja, dat is een handeling, hè? Dat is ja, maar nee, als je in Brabant betonkt, een beeld die kind. En je zegt dat je morgen wil staan, dat het niet. Ja. Kijk, dat is een mooi boven. En hier staat de muur nog waar we over moesten. Maar toen was hier een grote put erachter. En je moest daar over springen. En dan moest je ver genoeg springen. Je kost niet ver genoeg springen. Je zat altijd in het water. Dus je zat er altijd in. Maar die muur, ik ben daar nog in mijn eerste jaar over gekomen. Ik moet jullie naar daar laten kijken. Ik kan het wel doen. Wat zijn de bronnen? Bronnen, dat is water dat hogerop in de grond gezakt is. Op een bepaald moment op een kleilaag gekomen is. Niet meer verder kan. En dan zijn weg zoekt. En hier... En die laaggelegen plaatsen komen die bronnen uit. In de tijd moesten we hier, dus dat was zompig nat. En dan moesten we hier onze oefeningen doen. Want dan waren ze zeker dat we in de modder lagen met hun buik. Je ziet, het water komt van hoger gelegen. En ze hebben wel natuurlijke putten gemaakt. Dat kan niet komen. Ja, ja, ja. Ja, dat is iets nieuws, dat is een insectenhotel. Een insect. Kijk er van naar hier. Als je van hier staan, dan zie je dat. Je moet in de zon, dan zit je onder kamer. Ja, met verschillende verdiepingen kun je hier een kamer huren. Ja. Ik weet dat voor niets. Dat past gelijk op, maar dat is ook niet. Veel verder. Dus, ze noemen dat dus een insectenhotel. Daar kunnen verschillende insecten aan de grootte komen. Van boven kan er nauwelijks in komen. Je hebt er bijen, solitaire bijen.
Je hebt er verschillende wespen in. Je hebt er egels en zo. Ja. Iedereen is welkom. Hè. Je bent er gaten in gevoerd. Muggen komen er niet in, hè? Want je moet de water hebben om de lijntjes in te leggen. Dus die zijn hier niet welkom, die muggen. Die zitten een beetje verder hier. Ja, ja. Ja. Dus, en als ze, ze leggen daar een eitjes in en ze sluiten er dan af, eitjes met voedsel. Dus dat wordt dan een larve en die larve wordt dan terug. Maar dat er wel een bak in laten staan. We gaan naar de Ruppel, last Mergen. Kom niet naar hier. Dit is de Zenne gebied. Merkt hem? Hammer, ik weet niet of er mensen zijn. Brussigen. De kouders komen. Hoogspanning pylon, ja, die hebben hier genoeg gezien. En daar is landschap. Ik had tegen 7 of 8 kinderen. En die gingen te voet naar de scholen liggen. En hier op dezelfde steenweg was een auto die 3 kinderen omver reed. En daar was in de gracht, en er was iemand die er erg aan toe was, hè, die wel op sterven lag. Hè. De mens is nu ook al dood, maar toen niet, dat hij was een kind. En die moeder, die boerin, heeft beloofd, als haar zoontje bleef leven. Ik bedank u voor de luisterbereidheid. Ik heb nog nooit zoveel dames niet die zo aandacht naar mij luisteren als vandaag. Mijn vrouw die luistert zo lang niet. Dank u. Hè. En misschien tot volgende keer. Hè. Ik hoop dat u tevreden bent, dat u iets bijgeleerd hebt. Heel leuk. Dat is de bedoeling. Bedankt. Tot de volgende keer.